eerste stappen terug op het ijs, nu dat de ijsbanen in Nederland nog niet open zijn, in België wel. En voor mij is het ook eens minder ver rijden, dus het komt ook nog wel handig uit. Het is nog niet helemaal zeker wanneer dat de ijsbanen nu in Nederland open gaan. Dus plannen en organiseren is toch wel een moeilijkheid in deze periode. Je weet nog niet wat er gaat gebeuren de komende tijd. Maar dan had het 1 juli geweest, hetzelfde als de sportscholen en zo. Dus dat, voor mij duurde dat toch wel een beetje lang. Dus ik ben wel blij dat we hier terecht kunnen komen. In maart was het laatste dat ik heb geschaatst, eind maart. Het is toch wel je passie wat je doet en dan mis je toch dat gevoel van dat je op het ijs staat. Toen ik voor het eerst op het ijs stapte, was het echt een heel raar gevoel. Zo van net alsof we weer voor het eerst gingen schaatsen. Ja, dat was wel heel apart. Ja, na zo'n lange tijd was het wel weer raar. En het is ook wel echt even wennen aan mijn schaatsen en zo. Heel veel kramp in het begin, maar het begint steeds beter te worden. En eigenlijk voelt het weer een beetje als vernauwd. Dus dat is wel heel erg fijn. Toen mijn blessure, zeg maar, was ik al heel eventjes op het ijs geweest. En toen was het voor mij sowieso al wennen. Maar nu ik hier weer op het ijs stond, had ik wel gedacht van, oh, mijn balans en mijn schaatsen zitten echt weer voor geen meter. Maar eigenlijk, ik schaatste 3 rondjes en mijn schaatsen voelden gewoon weer prima. En mijn balans viel ook echt wel mee. Dus eigenlijk was het gewoon weer wel, natuurlijk was het wel beter als we wat meer hadden geschaatst. Maar het viel niet tegen, zeg maar. Je moet even weer gewoon goed voelen, die kanten, zeg maar, van je passen. En het gevoel van je sprongen gewoon weer even proberen te voelen, net zoals dat je dat voordat de coronatijd was, weer terug op te pakken. Ja, we hebben eigenlijk vrij snel geschakeld. We hebben meteen online lessen gestart om toch alle schaatsers van ons team fit te houden. Maar ik zag dat de andere verenigingen ook heel snel die online lessen hebben opgepakt. Dus ik zag toch topfitte schaatsers terug op het ijs. En je moet hier en daar ook eens gaan kijken hoe doen anderen het, ook eens met andere coaches overleggen. Hoe nemen jullie het op? En dat is wel mooi van deze periode, dat je toch ook wel ziet wat je aan elkaar hebt. Wij hebben elke dag off-ice gedaan, dus gewoon op de grond getraind met sprongen, conditie, kracht, buikspieren. En daar kregen we ook online les van mijn coach, via de Zoom. Ja, dat is heel apart, maar het is ook wel weer een ervaring. In die tijd dat we zeg maar bijna, toen het echt net begon, zeg maar, ben ik 2 keer in de week bij mijn personal trainer begonnen. Normaal heb ik altijd 1 keer in de week, nu ook weer gewoon 1 keer in de week. Maar toen 2, want ja, we hadden niks. En we trainen met BKV samen online, gewoon 5-6 dagen in de week. En dan core en conditie. Ik moest natuurlijk wel oppassen voor mijn enkel, maar we hadden genoeg te doen. Thuis heb ik een crosstrainer staan, dus ik heb gewoon op de crosstrainer gedaan. Dus, en de fysio ook nog 1 keer in de week. Dus wel genoeg gedaan om gewoon fit te kunnen blijven, zeg maar. Spinners voor buiten en met een elastiek om te draaien, zeg maar. Zodat we gewoon draaikracht nog en een armen gewoon allemaal nog hebben. Hopelijk gaan de junior Grand Prix door. Dan schaats ik nog de junior Grand Prix bij de junioren. En als die niet doorgaan, ja, dan ga ik naar de senioren gelijk. Voor mij was sowieso gepland om beginnen oktober, november te gaan starten. Dus ja, ik weet niet of het voor mij heel veel invloed heeft. Maar ja, natuurlijk heeft het wel iets van impact. Want mijn opbouw was eigenlijk al iets eerder gepland. Maar ja, iets later kan natuurlijk ook geen kwaad. Dus ik denk dat het voor mij best wel prima is.